Bij de inventarisatie van de noden voor dit mobipunt is het belangrijk om het te definiëren als een lokaal mobipunt in ons geval, met andere noden dan bijvoorbeeld een regionaal of een buurtmobipunt. Een aantal voorzieningen zijn ook al aanwezig op de locatie, zoals een broodjeszaak, frituur, parking, fietsenstallingen, bakker, schoolomgeving. En het is gelegen in het centrum, maar goed bereikbaar vanuit alle hoeken van Werchter en zeker vooral goed zichtbaar, zowel voor de inwoners als voor de passanten. In Werchter was het ook belangrijk om de plannen goed af te stemmen op de lopende trajecten. Voor de straat langs toekomstige mobipunt lag er immers al een plan op tafel om een nieuw fietspad aan te leggen en de verplaatsing van de bushalte te doen korter bij het mobipunt. Dit is belangrijk om mee te nemen bij de opmaak van een ontwerp. Achter zo'n mobipunt zit toch wel een hele visie, want dat hebben we ook vertaald in thematische concepten om bepaalde elementen te kunnen optimaliseren. Zo maakten we aparte plannen voor stappers, trappers, maar ook voor openbaar vervoergebruikers en gebruikers voor personenvervoer. Maar ook het mobipunt zelf, daar hebben we ook bijkomende voorzieningen voor voorzien, zoals significante groenvormen, zoals bijvoorbeeld waterelementen en belangrijk is ook rekening houden met de identiteit van de locatie. Op basis van al die concepten hebben we discussies gehad met partners, gevraagd wat zij belangrijk vonden en dat proberen in het schetsontwerp mee op te nemen. Om concreet te zijn voor het mobipunt in Drieslinder hebben we dan ook afspraken gemaakt met de lijn om een bushalte zo toch een 500 meter te verplaatsen, zodanig dat dat mooi aansluit met alle andere diensten en dat we op deze manier echt een vervoersknooppunt realiseren. Tijdens de ontwerpfase voor het mobipunt van station Van Velthem hebben we echt nagedacht over hoe we dat mobipunt een meerwaarde konden laten vormen voor de omgeving. In andere gemeenten gaat het vooral over klimaatbestendigheid, over recreatie en ontmoeting, maar bij ons lag de nadruk vooral over opzicht en beleving. Daarnaast willen we eigenlijk van ons mobipunt ook heel die ruimte ontrommelen en versterken, zodat het een aangename verblijfsplek wordt. We vinden het belangrijk om ambitieus te zijn bij de ontwerpfase. Want zo'n schetsontwerp is een overtuigingstool om anderen mee te nemen in uw verhaal. Ook al is het op korte termijn misschien niet financieel haalbaar. Daarom nemen we als tip graag mee om gefaseerd te werken. Maak een gewenst, maar ook een minimaal scenario. En probeer de investeringen van de eerste fase vlot te laten implementeren in de tweede fase. Zo vermijd je dat de investeringen uit de eerste fase na enkele jaren al verloren gaan. De Vlaamse overheid onderstreept het belang van toegankelijkheid. Dat doen ze door de uitrol van het masterplan toegankelijkheid en door toegankelijkheid op te nemen als belangrijke subsidievoorwaarde voor mobipunten. Daarvoor moet je rekening houden met drie zaken. Ten eerste, de hop-in-zuil en de signalisatie moeten worden uitgevoerd in de hop-in-huisstijl. In die huisstijl, bij de ontwikkeling daarvan, is al rekening gehouden met zoveel mogelijk mensen. Twee, voor de inrichting van het mobipunt is er een ontwerpwijzer in opmaak. In afwachting daarvan kan je best rekening houden met de richtlijnen uit het van de make-up toegankelijk publiek domein. En ten derde, de richtlijnen voor de toegankelijke haltes vind je terug in de bushaltegids van de lijn. Die toegankelijke haltes zijn het onderwerp van het masterplan toegankelijkheid. Inter ondersteunt lokale besturen om de Vlaamse ambities waar te maken. Het departement MOW biedt de gemeente de komende 5 jaar onze coaching aan om te komen tot een actieplan, masterplan, toegankelijke haltes. Op die manier kan je gestructureerd werken aan verbetering. Heb je interesse? Schrijf je dan nu in. Er is plaats voor 30 gemeenten per jaar. Stuurdienst van Inter Leuven maakt momenteel de ontwerpen op van 4 mobipunten die gesubsidieerd worden in het kader van Maak een mobipunt. Het gaat over het mobipunt van Rotslagen-Werchter, het mobipunt van Herent, dat van Inter en het mobipunt van Landen. We zijn vertrokken van een aantal conceptschetsen en we begeleiden vanaf nu eigenlijk de gemeentes tot en met de definitieve oplevering. Concreet betekent dat we het schetsontwerp uitwerken tot een voorontwerp in samenspraak met de gemeentes, met de nutsmaatschappijen, met de provincie en een aantal andere stakeholders. Dat we eigenlijk uitwerken tot een voorontwerp. Indien nodig maken we een omgevingsaanvraag op die we indienen bij een gemeente en na de vergunning werken we aan een aanbestedingsdossier.
Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel maken we per mobipunt één klein aanbestedingsdossier. Ofwel, in veel gevallen zijn we op dat moment al bezig met infrastructuurwerken te ontwerpen in de gemeente. En combineren we die twee zodat er eigenlijk kan bespaard worden op de kosten voor de opmaak van een aanbestedingsverslag en een aanbestedingsprocedure. Na aanbesteding wijst de gemeente de werken toe aan een aannemer. En volgt Interleuven de werken volledig op tot en met oplevering en 2 jaar later definitieve oplevering. We zijn ontwerper van die mobipunten en daarnaast doen we de veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking en maken we indien nodig een sloopopvolgingsplan op. Wanneer je aanspraak wil maken op Vlaamse subsidies voor het ontwerp van je mobipunt, dan moet dat mobipunt en dat ontwerp goedgekeurd worden door de projectstuurgroep die de projectmethodologie van basisbereikbaarheid volgt. En zoiets kost tijd, daarom plan tijdig om je ontwerp in procedure te brengen en zo vlot naar uitvoering van het mobipunt te kunnen gaan.